Over enkele dagen begint de lente, maar over enkele ogenblikken begint het kamerscherm. Goedenavond, dames en heren. Hier zijn we weer met het kamerscherm. In deze uitzending: Eiburg, de een krijgt een huis, de ander dreigt het te verliezen. Space TV Kids gaat naar de dierenarts. Vestingplein 1, kent u het al? We zeiden het al, de lente is in aantocht. Lammetjes, bloemetjes, schoonmaak en het klaarmaken van de boten. Maar we beginnen natuurlijk met het nieuws. De Parlevinker, een goede bekende van watersporters en strandbezoekers. Hij zorgt per slot van rekening voor ijsjes, drankjes en zelfs een warme maaltijd. De boot was een beetje te klein geworden. Daarom heeft schipper Jos Barlage een groter exemplaar gebouwd. Het is een uniek schip geworden, want voor zover wij weten varen er niet veel radarkatamarans in Nederland. Laten we voor Jos hopen dat het vlug mooi weer wordt. Floris is terug. Na eerst in 1296 vermoord te zijn, om vervolgens op 12 juni 94 in brand te vliegen, laat graaf Floris de Vijfde van Muiden weer van zich spreken. Hij is terug. Met dit thema werd op 10 maart restaurant Floris de Vijfde weer geopend. Tijdens de openingsspeech van burgemeester Harry Smit stormde graaf Floris met zijn gevolg het restaurant binnen om de openingsceremonie over te nemen. Gijsbrecht van Amstel en Gerard van Velzen en Herman van Woerden hebben hem in 1296 in Muiderberg vermoord. Daarna werd hij verbrand en ging in as op. Nu vandaag is hij weer opgestaan, hier aan de vecht. Ik wens u allen heel veel voorspoed en genoegen aan alles wat u met uitzondering van het teveel gebouwde hier hebt gepresteerd. En ik wens u allen... Alzo gij dacht deze feestelijke handelingen te verrichten zonder mij. Ja, Floris de Vijfde zelve. Hoe dom en onnadenkend. Een Floris die niet zuiver in de Rijn gedoopt is. Daarmee zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen. Gij zou het op kunnen weten. Floris de Vijfde van Muiden. Voor kleine en grote luiden. Ging door een brand ten onder. Maar thans geschiet er een wonder. Floris de Vijfde is terug. Dus nu zorgen wij rap en de vlug. Dat hier het eeuwige vuur branden gaat. Het is immers nimmer te laat. Ach. Om te leren van uw fout. Thans verbranden wij dit hout. Floris, Sindelha, makke kornuit. Eens was het vuurtje hieruit. Maar ontbrand nu deze haard, dan blijf voor altijd bewaard. Het goede leven, de sfeer. Het feest en het gevreesd van weleer. Ja. Ha!
kleine Leiden. Dan is nu de mooiste herberg van Muiden heropend voor u allen. Ja. En dan kunt u aanstonds gaan trouwen. Je kunt weer trouwen. Maar er is nog een woord van dank voor onze burgervader. Komt u er even bij. Gij hebt gestreden in den raad voor de nieuwe toekomst van graaf Floris de Vijfde. Daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk. Het wordt bijzonder gewaardeerd. En daarom hebben wij voor u dit zwaard om u een strijd in den raad mede voort te zetten. Zoek een mooie plaats in het hof en gebruik haar wel. Hartelijk dank, graaf Floris. Het had bijna een fatale afloop, want de schouw van de net nieuwe open haard vatte vlam. Gelukkig duurde dit maar kort en konden Jan Geesink en Piet-Jan Oosthoek trots en tevreden van een glaasje champagne genieten. S'avonds was het restaurant open voor alle geïnteresseerden die verwelkomd werden door graaf Floris en zijn gevolg en die zich in tijden van weleer waanden door een aangebouwd stukje herberg. De gasten konden genieten van een hapje en drankjes en werden uitgenodigd alle vernieuwingen te bewonderen. Goed, heel goed. Mag hier rechtsaf gaan? Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Mag hier rechtsaf? Rechtsaf. Wat is dat voor een apparaat? Ja, Floris, jij wel. Floris. Sorry. Hoe maak je het? Fijn je hier te zien, ze doet me erg goed. Kom, neem een drankje met mij. Floris! Een gezellig kruidenbier of een glaasje wijn. Of liever een glaasje dun bier. Floris! Een rode. Een witte. Gij mijn beste vriend. Sindela, ik ben even in contact met mijn oude vriendin. Ja. Altijd hetzelfde liedje met de schone maagd. Altijd hetzelfde liedje met de schone maagd. Proost! Hij op de toekomst van Floris. Hij gaat zich weer te maar wat is dit voor zonneschijn? Vertel eens. Wat is dit voor een pion? Wat is dit dan? Hallo? Wat is dit, joh? Vrijdag doe ik het waanzinwekkend, heer Graaf, moet u kijken. Dit is aanwekkend, dit kan het einde van Floris betekenen. Doe en dan nog zo'n ding erbovenop. Sindela. O schone jongen, kom naar beneden. O schone jongen, drink met mij een fles. Ik sta hier nou af, vanaf 11:30. En het is nu kortom, al 6:10. Hey la 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 la, 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 la 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 la. Nadia, wacht even. Ik heb wat meer haast en weinig zin. O schone jongvrouw, kom naar beneden. O schone jongvrouw, drink met mij een fles. Ik sta hier nou al vanaf 6:30. En het is nu kortom al 6:30. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
mensen die moe in een huisje verdwijnen. Ze hebben de dag weer gedaan. En de hele kamer, die knip op langs ramen. Het wordt regelt zacht in zo'n straat. En de stad lijkt gestorven, toch klinkt weer muziek. Eiburg fase 1 lijkt niet meer te stoppen. Het plan van de gemeente Amsterdam om een deel van het IJsselmeer te dempen om er woningen op te bouwen, lijkt realiteit te worden. De politiek heeft ingestemd met de noodzaak van fase 1 en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Hoe dit stuk van het IJsselmeer het best gedempt kan worden, wordt uitgeprobeerd middels een proefeiland waar de verschillende dempingstechnieken in praktijk gebracht worden. Eiburg betekent niet alleen dat er een stuk van het water wordt opgeofferd. Er moeten ook wegen worden aangelegd. Wegen op Amsterdams grondgebied, maar ook op de grond van de omliggende gemeente. En die omliggende gemeenten moeten daar toestemming voor geven. Amsterdam heeft er nog een hele dobber aan gehad, maar die toestemming is inmiddels, zij het noden, gegeven en de weg is op de kaart ingetekend. Zo'n snelweg kan een persoonlijk drama ook leveren. Want, stel u eens voor, na een leven lang werken en wonen in de drukte, gaat u op zoek naar een wat rustigere woonomgeving. U vindt zo'n plek waar u wel buren naast u heeft, maar met voor en achter de vrije natuur. Daar zou u graag willen wonen. Dus raadpleegt u het bestemmingsplan. Er zijn geen plannen voor bebouwing en u koopt het huis. X jaar later wordt u ineens geconfronteerd met een veranderd bestemmingsplan waarop u landelijke rust plaats moet maken voor een snelweg. En daar staan we dan in het landelijke Overdiemen. En wie vinden we daar? Voor Muiden hele bekende mensen. De oude bakkers, familie Franken. Die hebben hier in de tijd een huis gekocht. Die dachten hier lekker in de rust en in de landelijkheid oud te kunnen worden. En wat gebeurt er? Het bestemmingsplan verandert. En er komt een snelweg langs de deur. Dat is niet zo prettig, denk ik. Nee, dat is zeker niet zo prettig. En in het begin helemaal niet. Want toen kwam er een weg die zou recht over ons huis heen gaan. Maar inmiddels zijn de plannen weer iets gewijzigd. En nou wordt de weg, je komt dan een paar honderd meter de andere kant op. Zodat wij misschien gevrijwaard blijven van een overkapping over ons huis heen. Dus dan mag het huis blijven staan, maar dan wordt de buurman wordt de snelweg. Dat geeft een hoop lawaai en een hoop ellende natuurlijk. Ja, ik weet ook niet of we dan nog hier kunnen blijven wonen. Dat zal de tijd leren. En ja, de plannen worden steeds zoveel gewijzigd. Dat misschien wordt die alweer veranderd, de weg, de tracé. Dus ik weet ook niet waar het uiteindelijk zal eindigen. Nou denken een hoop mensen, de weg staat gepland in 2005, dus god, dat duurt nog een jaar of 10. Nee, zeker niet. Dat staat wel gepland, maar er staat ook een alinea daaronder. Staat er vermeld dat de weg, voorlopig dan komt er een proefweg. Ik zeg nou, dan dat maakt dus niet uit. Een echte weg of een proefweg, hij zal hier toch overheen moeten. En dat kan dus al veel eerder dan 2005 komen. In hoeverre worden jullie nou betrokken bij die plannen of op de hoogte gehouden? Nou, we krijgen nu sinds het laatste jaar krijgen we elke keer een nieuwsbrief van projectgroep Eiburg. En het laatste hebben we nu gehad in februari. Dan krijgen we dus steeds van de ontwikkelingen die er zijn, krijgen we een mededeling. Dit is dan één brief daarvan.
En daar staan dan de laatste plannen in. En, ja. Maar het blijft vaag, want er staat in dat er met een proefweg eventueel eerder begonnen kan worden. Maar ja. Wanneer? Dat weet je niet, dat weet niemand. Ja, dat weten ze wel bij de projectgroep, maar dat wordt aan ons al niet medegedeeld. Want het zou bij wijze van spreken volgende week al kunnen. Ja, zoals het er staat wel. Want je hebt geen enkele zekerheid daarover. En nu de laatste keer hebben ze er ook geen schets bij gedaan van waar die weg nu weer komt. Want het verandert. Het officiële traject is nog steeds niet aan ons medegedeeld. Als we nou op dat kaartje kijken wat u had, dan zie je dus de eerste plannen van die weg. Ja, die gaan recht over ons huis heen. Hier overheen lopend. En nu, de tweede plan, toen liep die zeg maar een paar honderd meter hier vandaan. 200-300 meter. En nu is die weer iets veranderd, verlegd. En nu zou die, zoals die nu is, een 500 meter bij ons vandaan komen. Want dat is het gekke met zo'n kaartje, hè? Dan zie je toch dat het een centimeter opschuift en dan denk je ja, van... Ja, dan lijkt het heel wat... dan denk je, oh, nou, ik ben uit de gevarenzone vandaan. Maar als je echt gaat lopen, zo'n afstandje, dan zie je dat het... dan is het eigenlijk niks, die afstand wat het verlegd wordt. Want zoals hij nu komt, hoe ver lopen van uw huis zou dat zijn? Nou, 5 minuten hooguit. Dus je zit eigenlijk op de op- en afrit. Eronderdoor zo wat, hè? Want hij komt hier overheen geprojecteerd. Is die. Dus je komt in de schaduw van de brug te zitten. En vooral als het verkeer dan een beetje hoger overheen raast. Nou, dan krijg je hier natuurlijk een geluidshinder van hier tot Gunder. Dus u bent niet blij? Nee, zeker niet blij, nee. Nou, en alle bewoners hier zijn er niet blij mee. Staat er nog wat op stapel? Proberen er iets tegen te doen? Of? Nou, nee. Ik denk dat de plannen helemaal al vastgelegd zijn. Het enige wat je kan proberen is om een wat gunstiger mogelijkheid te krijgen. Maar tegen te houden is dat beslist niet meer. Dat geloof ik niet. En wat dan? Wat dan? Verhuizen neem ik aan. Maar waarheen? Ja. Friesland? Ja. Oh, nee. Nou, nee. Friesland ook niet, maar... Ja, zoiets zoals dit, dat vind je in de buurt haast niet meer terug. Nee, we willen toch in de buurt van Muiden blijven wonen. Want, je hebt daar je vrienden, je kennissen, ja, alles. En de kinderen wonen hier, dus je wil helemaal hier niet vandaan eigenlijk. Nee. En waar vind je toch weer zo'n plekje vlakbij Muiden? Dat is moeilijk. Ja. En dan is het onbetaalbaar ook. Ja. Als je weer iets zo zou vinden, dan kan dat gewoon financieel niet meer voor elkaar maken. Een triest einde. Space TV Kids. Jouw verhalen, jouw meningen en jouw belevenissen. Like met hier is hij dan, Dylan van Workum. Zo, kom maar. Wat hebben jullie allemaal meegenomen? Ik heb een hond. Nee, jij hebt een hond, wat heb jij? Een dwerghamster. Een dwerghamster? Ah, kijk eens. Wat heb jij meegenomen? Een K4. Oké, zal ik met jou beginnen? Nou, laat het maar zien. Kijk eens. Hoe heet die K4? Geef hem heel veel namen. Nou, maar hoe heet hij het meest? Snuffel. Oké, hoe oud is Snuffel? 1. Ah, dat is nog een jonkie dus. Hoe gaat het met Snuffel? Goed. Ja? Zullen we eens even nakijken? Oké, je hebt hem lekker ingepakt in hooi. Dan moet hij eventjes eruit. Vindt hij niet zo leuk. Oké. En heb je hem al heel lang, Snuffel? Toen ik 6 werd. Oh, en hoe lang is dat? Ik ben in 21 al veel jaar. Oh, je hebt hem bijna een jaar. Ja. Ah, ja. Zullen we eens even kijken. Zullen we eens even naar zijn hart en naar zijn longen gaan luisteren. Eten en drinken gaat goed? Ik vind het niet zo leuk, die Snuffel van jou. Kijk, hij heeft ook een plekje op zijn oor. Heb je dat wel eens gezien? Ja. We weten ook niet wat dat is.
Dat is een soort ratje. Hij heeft een soort ratje op zijn oor. Maar daar heeft hij helemaal geen last van, hoor. Daar kan hij heel oud mee worden. Zo eens even naar zijn hart en zijn longen luisteren. Wil je dat ook horen? Ja. Oké, zal ik het straks aan jou laten horen. Dat gaat een keer. Goed zo. Dat gaat flink een keer. Wil je het ook horen? Ja. Kijk maar even hier. Krijg je dit ding in je oor, dan kan je goed naar zijn hart luisteren. Oké. Moet je dit in je oren doen. Goed zo. Oké. En de snuffel even heel stil zijn. En let op. Hoor je het? Wat hoor je? Boek, boek, boek. Nou, jullie verzorgen je dieren wel goed, hè, allemaal. Je geeft ze wel gevarieerd eten. Hij ziet er ook heel goed uit. Je ziet die huid, die glimt helemaal heel mooi. Zie je die streep over zijn rug lopen? Dat hebben ze allemaal. Ja, dat hebben ze allemaal. Diertjes worden meestal niet zo heel erg oud, hoor, deze. Die cavia's worden meestal wel wat ouder. Hoe oud wordt die dan? Ja, ze worden meestal een jaar of 3. Dan heb je meestal al een ouder. Maar deze ziet er verder hartstikke goed uit. Zullen we eens kijken of we naar zijn hart kunnen luisteren? Moet je eens kijken wat een verschil. Het apparaat is net zo groot als die dwerghamster van je. Dat gaat bijna niet, hoor. Als je heel goed luistert, dan hoor je zijn hartje, maar dat gaat een beetje moeilijk. Ik zal het je straks laten horen bij het hondje, oké? Okay? Nou, weet niet hoe het is. Oké. Ook zijn nagels zijn niet te lang. Kun je zien. Het zijn hele kleine nageltjes die hij heeft. Het is een levendig beestje. Goed zo. Heeft hij nog een naam? Ja. Hoe heet hij? Dikke. Oh, Dikke, ja, dat zei je al. Ja. Waarom heb je hem Dikke genoemd? Hij is nog niet zo dik. Nee, dat betekent graven in het Engels. Ah, digger. Nou, ik dacht dat hij ging graven. Ja, Engels, hij zit meestal omdat die watjes die ik hier ook heb. Ja. Die dwerghamsterwatjes. Het zijn speciale dwerghamsterwatjes. Ja. Maar hij is niet zo'n graver. Nee, ja. Eigenlijk niet. Dus eigenlijk heeft hij een beetje de verkeerde naam. Maar we hadden hem van tevoren gewoon. Oh, ja. Daarom zit ik erin. Ja, dat ja, hem ja. Gekocht. Nou ja, goed. Oké. Okay. Mag hij weer terug in zijn reiswieg? Dan gaan we eens even de grootste van het stel bekijken. Oeps, ik deze nog niet. Die had je niet dicht, hè? Zo had je. Oké, okay, de hond. Goed zo. Hoe heet de hond? Lady. Lady. Goed zo. Goed zo. Hoe oud is Lady? Mijn 6 maanden. Ah, dat is een joekie, hè? Ja. Kun je ook nog een beetje zien? Kun je aan zijn gebit zien? Ja, dat zal ik even zo laten zien. Zijn melktandjes zitten er nog in, zie je dat? Nee, dat zijn rustig. Ja? Kijk. Ja. Wat is dit? Kijk eens hier. Zijn die andere? Dit is een melktandje. Maar die voorste? Die voorste niet. Nee, daar heb je gelijk in. Dat zijn zijn volwassen tanden. Maar hier aan de zijkant. Kijk, dat heeft, dit is ook zijn melkkiesje heeft hij nog en zijn melkhoektand. Dus die moet hij nog wisselen. En dan gaan we eens kijken. Goed zo. Prachtig. Helemaal goed. Ja, kijk hier. Goed zo, heb je wel eens gezien? Moet je kijken. Kijk maar naar die oren. Goed leden. Die heeft er geen zin in. Nou, vindt ze niet zo leuk. Zullen we maar even niet doen. Maar zijn oren zijn helemaal schoon. Nee, we moeten even gapen. We moeten even gapen. Oké, hou maar even vast. Zullen we maar een koekje geven? Omdat ze zo goed gedragen hebben. Kijk eens. Kijk eens. Wil je dat? Ben je meestal hier, met lange tanden. Je hebt er geen zin in. Ja, dit is de angst. Oké, okay. Hartstikke goed. Hij mag eraf. Heb je hem? Oké. Okay. Nou, ze zijn allemaal goedgekeurd. Jullie verzorgen ze hartstikke goed. Het ziet er allemaal netjes uit, hoor. Je hebt echt hele mooie, gezonde dieren allemaal.
Dit is Vestingplein 1, het actualiteitenprogramma van Radio Space. Hoi, ik ben een nieuw gezicht bij Space TV. Bij de radio zie je de gezichten niet en daarom praat ik vandaag met Rens de Jong over Vestingplein 1. Rens, Vestingplein 1, wat is dat? Het is het actualiteitenprogramma van Radio Space. En door wie wordt dat programma gemaakt? Nou, we hebben Koen Gijzen en Jeroen Ebbelaar. Die wisselen de regie en de presentatie af. Mark van Burgel, dat is onze toegewijde technicus. Guus Kroon, die verzorgt vooral reportages. En die heeft echt heel veel kennis over de gang van zaken in Muiden. En ik presenteer het programma. En hoe vaak hebben jullie een uitzending? Eens per maand. Eens per maand. En hoe ziet zo'n programma eruit? Nou, we beginnen altijd met de agenda. Dat is een beetje agenda van de theaters in het Gooi. Dus theatervoorstellingen lichten wat toe. Dan hebben we altijd meneer en mevrouw Stoffer. Mevrouw Stoffer is van de seniorenraad. En die vertelt over het wel en wee van de ouderen. Dan hebben we nog een nieuwsbulletin. Dat schrijven we zelf over, over het nieuws in Muiden en Muidenberg. En we hebben reportages. En dat zijn ongeveer 3 per uitzending. Ja, wij zijn bij zo'n reportage geweest en daar gaan we nu even naar kijken. Warme bakker sinds 1887. Het is nu vrijdagnacht. Het is een beetje miezerig weer. En heel Muidenberg ligt op één oor. Behalve bakkerij Van Rooyen. Daar komt een zwak lichtschijnsel vandaan. En daar gaan we nu eventjes naar binnen. Verse broden opgestapeld. De bakker is beneden bezig. En als het goed is, zijn ze boven bezig met oliebollen bakken. Ik ben nu de trap opgelopen en we lopen nu boven bakkerij Van Rooyen. Hier zie ik 3 mensen druk aan de gang met het scheppen van beslag. Ik zie 3 grote pannen met olie en daar liggen heerlijke oliebollen in te borrelen. Dus we gaan deze mensen even wat vragen. Nou, het is de wachtsocent. Maar wie bent u? Ik ben Hendrik Rozenhout. En wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn, zoals je ziet, oliebollen aan het bakken. En waarom zijn jullie oliebollen aan het bakken? Het is een jaarlijks terugkerende actie van de ZWO-commissie van Muidenberg. Ieder jaar in februari bakken wij voor een bepaald project oliebollen. En die worden dan morgenochtend of vanochtend? Het is nu 3:30. We gaan vanaf 8:00 gaan we verkopen. Ja, en waar gaat het geld van die oliebollen dit jaar heen? Dit jaar gaat het weer naar Kinderen in de Knel. En die hebben nu een project in Bosnië-Herzegovina. Een vluchtelingenkamp met kinderen. En daar worden dingen georganiseerd voor kinderen om die met traumatische ervaringen een beetje op te vangen. Wat educatieve dingen mee te doen en daar is geld voor nodig. Ja. Je zijn hier al heel erg lang mee bezig, geloof ik? Dit is, als ik het goed heb, voor de 8e of de 9e keer. Ja, want vorig jaar is het heel bekend geworden, die actie. Toen hebben jullie het voor de kinderen van Slobin gedaan. Ja, dat was zeker een actie die heel goed aansloeg. We hadden vorig jaar zelfs tekort oliebollen. Dus we hebben dit jaar besloten om met meer bakken te gaan bakken en een paar porties meer te maken. Hoeveel oliebollen zijn jullie van plan te maken? Als het goed is, worden het ruim 5000. En die ga je morgen allemaal kwijtraken? We weten nu al dat we morgenochtend tekort hebben. Nou, dat is een heel positieve gedachte natuurlijk. Hoeveel denken jullie dat je de actie op gaat leveren? Als we alles, de oliebollen gaan voor 80 cent, gaan ze weg. Dus het is ruim 4000 gulden. We gaan dan nog de grondstofkosten vooraf. De rest is allemaal vrijwilligerswerk. Dus we hopen toch een kleine 3500 gulden over te houden. Nou, dan wens ik nu nog veel succes vannacht. Dankjewel. Oké, bedankt. Als het goed is, horen jullie de oliebollen sissen. Wie bent u? Ik ben Peter Wegman. En waarom bakt u die oliebollen? Waarom bent u vrijwilliger geworden? Nou, ze hebben mij gevraagd omdat ik rond de feestdagen, zo'n oud en nieuw, hier ook wat is dat te bakken. En omdat de bakker mijn schoonvader is.
Aha. Aha. Daarom wordt u nu om 4:00, 5:30 s'nachts aan het oliebollenbakken gezet. 2:00. We zijn al om 2:00 begonnen. Ah. Het is nu 3:30. Dus we zijn al even bezig. Oké. Okay. Ja, we is laat natuurlijk. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Zo. Nou, moet ik erop staan. Rens, hoe kom je eigenlijk aan de ontwerpen voor je reportage? Nou, we hebben 2 keer per maand hebben we vergadering, redactievergadering. En we vragen dan natuurlijk altijd aan iedereen om ogen en oren open te houden. En nou ja, die ideeën worden verzameld. We kijken ook vaak op de kabelkrant, lezen de kranten veel. En dan iedereen die een idee heeft, geeft dat door aan de redactievergadering. Dan gaan we kijken of het een aardig idee is en dan sturen we iemand op af. Gebeurt er wel genoeg om eens in de maand nieuws te maken? Het zat. Er gebeurt echt heel veel in Muiden-Muidenberg. Alleen je merkt het niet zo. Mensen zijn heel klein ergens mee bezig. Kleine verenigingetjes. En het zijn echt allemaal dingen waar wij van dachten van, god, bestaat dat? Bestaat bijvoorbeeld een vereniging Noorwegen, geloof ik. En zijn we vorige week geweest. En het zijn allemaal hele kleine verenigingetjes die allemaal wel werk verzetten, maar niemand weet er eigenlijk van, of weinig. En er gebeurt echt genoeg. Dus je zou vaker een uitzending kunnen maken? Ja, we zouden eens per week zouden een uitzending kunnen maken. Alleen we missen gewoon de mensen ervoor. En wat voor mensen zoek je dan voor zo'n programma? We zoeken vooral mensen die plezier hebben in het radio maken. Dat is erg nodig. Gewoon dat enthousiasme van die mensen, dat merk je in de reportages, dat merk je in de uitzending. Dat is erg nodig. En vooral ook mensen, het is handig om te weten wat er een beetje in Muiden-Muidenberg gaande is. Dat je daar makkelijk op in kunt spelen en dat je ideeën hebt voor een item. Ja. Als u het nou leuk lijkt om bij de radio te komen, kan u naar Rens Jong bellen, telefoonnummer 63109 in Muiden. Koen staat nog niet schoon. Wat? Koen staat nog niet schoon. Ja, dan hebben we een probleem. Andy. Wat? Ja, is handig. Anders draai je me door. Heb je scherp? Anders draai je door. Of het nieuws erin. Oh man. Shit! Heb je hem? Heb je hem scherp niet? Nee, ik zou hem op weg. Wij zijn bij jou bij zo'n uitzending geweest van 26 maart en daar ging iets helemaal fout. Ja, dat klopt. Er stond een band niet scherp. En nou, normaal gebeurt dat niet zo, want normaal zitten vooraf de banden scherp, maar dit was even niet gelukt. En dan zit je echt even met je handen in het haar, want dan heb je nog een minuut en die moet die band scherp staan, dan moet dat erin. Het is een strak draaiboek en er staat, nou, die tijd moet dat. Maar dat lukte niet helemaal en dan is er eventjes paniek. Maar dat kan gebeuren. Ja. Ja. Wanneer hebben jullie de volgende uitzending? 26 maart hebben we uitzending. En hoe laat is dat? Het is om 1:00. Om 1:00? Een uur lang nieuws. En wat staat in het volgende programma? Nou, Guus Kroon die is al geweest bij de opening van Graaf Floris. We hebben natuurlijk het nieuws en de agenda. Mevrouw Stoffer komt langs over de ouderen, nieuws over de ouderen. En we moeten nog achter wat reportages aan. Ik heb wat gezien op de kabelkrant over een filosofische kring. En er waren nog wat ideeën. Dus het programma komt wel vol. Ja. Ja, nou, dan zal ik zeker luisteren 26 maart. Moet je doen. En ik hoop dat u er thuis ook doet. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Oké. Okay. I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. In april begint het vaarseizoen weer. En dat betekent dat de schepen weer klaargemaakt zijn voor een seizoenvaren. De grote schepen zijn over het algemeen in het water blijven liggen. Maar de kleinere zijn aan het eind van de herfst op het droge gehaald. Om schoon, droog en warm te overwinteren. Onze hulpreporter Frank Gieling mocht helpen de spiering binnen te halen en schoon te spuiten. In every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl.
Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Insane and young again, and all because I'm mad about the boy.